Wij zijn Shireen en Aya van de ProReegschool 7B. Wij doen mee aan het project Diversiteit en wij hebben het probleem pesten. Kijk je even mee? Kom dan, dikzak. Een speklaagje. Met je lelijke boots. Hé, het is de antipestdag, hè? We zijn hier op het antipestfeest. Zo was er eens een jongen, Jos, en die was overleden. Nou, die had zelfmoord gepleegd omdat hij werd gepest. En er was ook een jongen, die heette Bram, en die durft niet meer over straat, omdat hij is gepest. Erg, hè? Dat kan ook met hem gebeuren. Dat willen we niet, dus daarom doe de antipest-eet. Ik zeg me na, ik zweer dat ik nooit zal pesten. Ik zweer dat ik nooit zal pesten. Andere hand. Ik beloof dat ik een aardig kind zal worden. Ik beloof dat ik een aardig kind zal worden. Andere hand. En ik beloof dit en ik zweer dit voor iedereen. Ik beloof dit en ik zweer dit voor iedereen. Mooi zo, nu je excuses aan. Sorry. Harder. Sorry. Goed zo, nu mogen jullie eindelijk gaan lopen. We hebben net gezien hoe de kinderen de anti-pest-eet aflegden. Wat vond jij ervan? Ik vond het heel mooi en ik hoop dat het gaat werken. Op naar het feest! Wij zijn de kids reporters van 7B ProReegschool. Wij hebben meegedaan aan dit diversiteitsproject en we weten de oplossing voor zinloos geweld. Kijken jullie mee? Wat doen jullie hier? Omdat wij mogen toch hier zijn? Ja. Kijk jullie haren? Ja, dat is toch vrij lang. En kijk onze haren? Ja, jullie hebben zwart haar en wij hebben gewoon oranje. Jullie hebben drie tellen om weg te doen. Hey, rustig ja. Ik hoorde je horloge gaan. Het is 3 sterren. En jullie mogen gewoon op het feest zijn. Yes! Kom maar mee. De oplossing is tegen zinloos geweld is... Een horloge die afgaat als je agressief wordt. En als je 3 sterren hebt, dan word je, komt de politie en dan word je opgepakt. Ik vind het een hele goede oplossing. Doei! Doei! Wij laten nu zien wat onze oplossing is voor discriminatie. Hé, lelijke buitenlander, ga weg. Wat is er? Dit is een anti-buitenlanderbuurt. Sorry hoor, wat is er mis met jou? Je hoort hier niet. Hoezo? Omdat jij niet uit Nederland komt. Jawel, ik ben hier geboren. Ja, maar je hebt een ander geloof. Nou en? Je bent hier niet welkom, ga weg. Hoezo? Omdat je hier niet welkom bent. Okay, wat zeg hoor. Ik? Hé baas, wordt er iemand gediscrimineerd door een Wouter? Hij heeft al vaker gepest. Hij wordt gepest op de Jan-Pieter Heidestraat. Moet je er niet iemand op afsturen? Okay, ik stuur eigenlijk Jamie wel. Hallo? Ja, er wordt weer iemand gediscrimineerd. Ik zou er meteen heen gaan. Op welke straat was het? Jan-Pieter Heidestraat. Jan-Pieter Heidestraat. Okay, ik ga er gelijk op af. Wat zei ik nou? Weg! Hoezo? Jij gaat mee naar de rechtbank en jij gaat mee om te getuigen. Onze drone heeft gefilmd dat jij hem hebt gediscrimineerd. Daar zijn straffen op. Jij gaat de gevangenis in. Wat? Dat is veel te over... Nee, kom. Maar ik heb genoeg waarschuwingen gehad. Wij hebben een controlerende drone die kijkt of gediscrimineerd wordt. Nu wordt er nooit meer gediscrimineerd. Ik ben Kiyomi. En ik ben Romaisa. En wij gaan dit is onze oplossing voor discriminatie. Veel kijkplezier. Mag ik naar binnen? Ja, je hebt een bedoel. Mag ik naar binnen? Ja, je hebt lang haar. Mag ik naar binnen? Ja, je bent bloot. Mag ik naar binnen? Nee, je hoopt in het vorm. Maar... Wat is dat voor belediging? Opzet. Na lang discussiëren kwamen we eindelijk op de oplossing. Mag ik naar binnen? Ja, want je hebt een bril op. Mag ik naar binnen? Ja, want je hebt mooi haar. Mag ik naar binnen? Ja, want je hebt een mooie vest. Mogen we naar binnen? Ja, maar jullie hebben wel een misvormd hoofd. Dit was onze oplossing voor discrimineren. We zetten bij elke discotheek een robot neer. Sindsdien wordt er niet meer gediscrimineerd. En iedereen mag naar binnen, behalve als je agressief bent. Dat is een goed idee. Dag!